En er wordt weer hard gewerkt. Hoe gaat die cowboy? Goed. Ja? Kijk mij eens even aan met dat zwarte gezicht. Nou, en hoe is het dan binnen? Nou, zo. Je ziet dat de watertanks helemaal open zijn. En wat we gaan doen, is we gaan... Oh, ze zijn al heel eind. Daar gaten. Hier zijn de gaten dicht. Want we gaan de watertank scheiden. Want dat was 1000 liter aan één stuk. En nu maken we er 2 tanks van. Voor de... Zodat de watermaker niet 1000 liter hoeft op te vullen. Hier is het een en al explosie. We houden goede moed. En hier is de badkamer. Waar Jo ook de achterwand helemaal heeft uitgesloopt. Supergoed. Daar komt een nieuwe wastafel. Hier komt een heel vernuftig systeem om het water op te vangen. Hij heeft al heel wat nu het weer soort van. Allemaal netjes eruit gesloopt is. Het is dag 2 van mijn Paddy Advanced cursus. Achter mij zie je de Scuba Lodge. Enorm mooie kleurrijke gebouwen. Zelfs, en hier hebben ze appartementen in gebouwd. En daarachter is meteen al de zee. Dus een fantastisch mooi complex. Ik heb net de auto geparkeerd. Dus ik loop nu naar de duikschool. Terwijl muggen me aan vreten. En we gaan vandaag 2 duiken doen. Een deep dive. En dit gaat wel op to 30 meters. En daarna gaan we een wreck dive doen. Zo naar een wrak duiken. Super cool. Eerst een paar lessen. En dan hebben we de... en dan kunnen we lekker het water in. Het is enorm warm. Super cool. Hierachter, net bij het duikcentrum aangekomen, zie je de grote schoolbus van het duikcentrum. Super cool. Dus we kunnen met deze duik, met deze bus, kunnen ze ook echt families of grotere groepen faciliteren waarbij er 1 of 2 mensen maar duiken. En dan kan de rest superleuk wel mee naar de locatie waar gedoken wordt, waardoor je niet een hele dag vakantie mist. Dus echt een leuk idee dat ze hier tot uitvoering brengen. Helaas is het nu coronatijd, maar daarvoor zat ook de bus altijd vol. Maar misschien gaan we wel vandaag met de bus, maar ik denk dat we maar met z'n tweeën zijn. Dus dan gaan we met dit kleine busje hier. Super cool, heel veel zin in. We zijn klaar voor de dive. We gaan naar 30 meter toe. We gaan als eerste af en we hebben ook eieren bij ons. Dus we gaan even wat leuke tricks laten zien. Ja! Thank you.
van de Scuba Dive Lodge. Daar heb ik voor de tweede dag weer duiken gehad voor mijn Paddy Advanced. En ik heb vandaag twee diepere duiken gedaan. Eentje echt de officiële diepe duik. Wat betekent dat we naar 28,4 meter zijn gedoken. Even mijn flippers wegleggen. Ik moet de deur open. Dat we naar 28,4 meter zijn gedoken. En daarvoor hebben we ook allemaal lessen gehad. Waar je dan mee rekening moet houden. Ook gedoken met duikcomputers. Die het eigenlijk allemaal voor je uitrekenen. Maar je het wel even moet snappen. Je bent een beetje erg moe. Maar wel echt super cool. Ook echt heel cool om op deze manier het onderwaterleven van Curaçao te ontdekken. Ik kom nu lekker thuis. Waar Suus hard aan het werk is. En ik moet morgen ook maar weer eens even hard aan het werk aan de boot. Maar het was heerlijk om nu even op deze manier even een pauze te nemen. En morgen moet ik ook maar eens even weer hard aan het werk. Nou, je hebt hard voor gewerkt, dus welverdiend uitje. Jee, hoe was het hier? Goed. Kijk, achter de ventilator, dus... Ja, het is warm vandaag. Ja, het is heel warm. Ja. En ik heb geworkout, kijk daar. Nice. Op de mat. Prego-workout, want dat weten we inmiddels waarschijnlijk in deze vlog. Yes. Zo, de dag is gekomen dat... De hele as klaar is. We hebben een nieuwe binnenlager en een nieuwe buitenlager. Een buitenlager is eigenlijk gewoon een stukje pompmateriaal, wat heel hard kunststof is. Dat is eigenlijk een tussenlager die ik voor de koperen buitenlager heb gezet. Gewoon om voor een stukje zekerheid. Hij zat er ook in, maar die was helemaal versleten. En ik heb een hele nieuwe binnenlager, of een binnenseal eigenlijk, opgezet. Helaas is het expertise hier in het eiland niet zo heel hoog dat je dat hier kan laten maken. Dus dat heb ik in Nederland bij Bakker Els laten maken. Het had dus echt wel flink wat voeten in de aarde. Maar hij zit erop. Het ziet er hartstikke mooi uit. En het is nu afwachten over een koppel of deze. Dus over een paar dagen gaan we het water in. En dan is het afwachten of die ook echt waterdicht is. Dat is natuurlijk het allerspannendste. Ik heb ook bijna alle through holes. Ik heb een extra through hole, dus een huiddoorvoer gebouwd. Dus het wordt een hele spannende in de waterlating. Omdat alle gaten in de boot eigenlijk opnieuw zijn aangesloten. Dus ik hoop dat ik alles goed heb gedaan. Dat wordt afwachten. Maar nu ben ik in ieder geval heel blij dat de as helemaal klaar is. Ik ga er nu een roestvrij stalen kap overheen zetten. Dan kan de waterlok er weer op. En dan is dit project in ieder geval afgerond. Zo, we zijn helemaal klaar met schilderen en met polishen. En alle reparaties op de romp zijn gedaan. En Olivier trekt nu de waterlijn eraf. Of de tape. Ik hoop niet de waterlijn. Nou, het ziet er wel goed uit. Je ziet de reparaties in ieder geval in dit licht totaal niet. En eigenlijk echt alleen maar als je er dichtbij op staat. Dus, en we kunnen over twee dagjes het water in. Je ziet hier ook al de nieuwe, daar, de nieuwe ankerroller. Daar ben ik nog wel flink druk mee. Maar dat gaat de goede kant op. Hoe gaat ie? Goed. Nog de laatste afsluiter afmaken. Een paar kleine dingetjes. Ja. Supergoed. Nou, de laatste afsluiters zijn hier in de badenstimmer. Uit de categorie heen en weer geslingerd worden tussen hoop en angst. We gaan er nu wel in. We gaan er nu echt in. Ja, dus we doen het laatste rondje en alles opgeruimd om de boot. Nou, maar nog even. Hè, dit zijn de anodes. Die heb ik kaal gebikt. Ik ben toch wel een beetje trots op. Jure die doet de laatste checks. En dan gaan we er zo in. Yes! Nou, zo shiny hebben we hem nog nooit gezien. Dan bedoelen we niet Jure, maar de propeller. Nog eventjes de... Hoe noem je zo'n dingetje ook alweer? Split pin. Goed aandraaien. De ontvouwing die shined. Nieuwe anode. Prachtig. We zijn er klaar voor. Maar goed, die boot gaat eerst. En toen gingen ze even weer koffiepauze houden nu. Dus we moeten nog heel veel wachten. Maar dan
zijn wij ook eindelijk aan de beurt. Spannend, maar het gaat vast goed komen. Nuri heeft dus heel veel afsluiters vervangen en wat nieuwe gaten onder de waterlijn. En daardoor wordt het gewoon spannend, maar we gaan het zien. In het water! Joehoe! En we voelen ons net af. Waarom zit de waterlijn nu zo crazy hoog? Maar dat is omdat het anker er nog af is. En de ketting ligt nog buiten. Dus, we zijn helemaal klaar. Be free, be free.